Saloon, blij dat je terug aan de match mocht beginnen. Ja, zeer blij en ook zeer blij met de overwinning vandaag. Kan je even jouw analyse geven van de match? Ik denk dat we over heel de wedstrijd de controle hadden. En dat we geen enkele in de problemen zijn gekomen. Dus we hebben ook vlot kunnen scoren, dat doet ook deugd. En ja, vooral in het algemeen was het gewoon een goede wedstrijd van ons. Je had een goal, een voet in de eerste goal en bijna de tweede gemaakt. Wat was er, wou jij graag die penalty trappen? Ja, ik denk dat als je aanvaller bent, dat je zeker na een deftige wedstrijd jezelf wilt belonen. En omdat ik zeg maar de goals gaf aan de medespelers, wou ik scoren met een penalty, maar ik stond niet op de lijst. Maar daar gaat verandering in komen. Kunnen we zeggen dat de goaltjes die in de eerste wedstrijd niet zijn gevallen, vandaag wel zijn gevallen? Ja, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat we in de eerste wedstrijd een beetje pech hadden. De afwerking was niet zuiver. En vandaag hebben we... Het ding is dat we elke week zeg maar, een kans niet krijgen en vandaag hebben we die kunnen pakken. En voilà, dus vandaag is geslaagd, dus hopelijk kunnen we zo doordoen. Blij dat je jezelf hebt kunnen tonen voor donderdag ook? Ja, ik denk dat ik me genoeg heb getoond. En ik hoop dat ik nog meer speelkansen kan krijgen